Op de middeleeuwse set moeten we proberen om een kasteel door te dringen, zodat we bij deze draak terecht kunnen komen. Het fort wordt bewaakt door bommen, die we uiteindelijk tegen de poort moeten gooien, om vervolgens te vechten tegen deze gigantische... ja... drakenrabbit? Deze middeleeuwen set ziet er best wel funky uit eigenlijk. Laten we gaan kijken. En terwijl we naar binnen gaan, doe jij natuurlijk even je duimpje omhoog. En abonneer je, als je dat nog niet gedaan hebt. Wat staat hier te gebeuren? Ik zie wat dingetjes in de brand staan zo te zien. En daar is oom Fantje weer. Het kostuum is mijn enige harnas. Mijn slagveld. Het toneel. Oh, oh, het is zo'n mooie dichterman. Comedianten, troubadours. Welkom in het dubbele huwelijk van de zorgeloze herderin. Een tragicomedie in 16 delen. Ja, dus zoveel tijd heb ik niet voor 16 delen, hè? Heeft niemand bezwaar tegen fysieke comedie, springen en klimmen? Of zullen we beginnen met gevechtschoreografie? Springen en klimmen, dat is mijn ding, zegt Raymond. En ik ben een ster in snelle kostuumwijzigingen. Fantoom zegt nog één belangrijk detail. Ik had al gezegd dat onze fantasy set is overspoeld door duisternis-wezens, toch? Slechts een vurige draak, dodelijk, maar een publieksfavoriet. Daarvoor neem je het op tegen hordes woeste schelmen waarmee je kunt vechten. Of die je lafjes voorbij kunt sluipen. Zet jullie beste beentje voor. Niet persoonlijk bedoeld tegen Raymond, want die heeft natuurlijk geen benen. Kijk hem kijken ook. Wat bedoelt hij hier nou mee? Oké, nou, doei. Ik denk dat ik de vijanden in dit level een beetje ga skippen. Daar krijg je toch niet zo gek veel XP voor. Je moet in ieder geval hier een blauw rondje vinden en een geel vierkantje. Ja, kijk, het is een heel labyrint natuurlijk. Daarboven is het gele blokje. Zie je hem? En de regisseur die daarboven staat te schreeuwen vanaf zijn stoel. Hier is in ieder geval een geheim. Oké, die hebben we in ieder geval al te pakken. En dan... ik kan hier niet omhoog. Nee, we hebben hier eerst het groene blokje nodig. Deze zouden we nu kunnen doen, want we zijn hoger dan level 5. Maar we gaan al deze speciale missies in één extra video doen. Want in elke set zit zo'n speciale challenge. En ik vind het leuk om daar één video van te maken. Hierachter is een geheim. Daar hebben we een rood iets voor nodig. Let's go, let's go, let's go. Ik wou er langs glippen, maar hij heeft me gezien. Oké, dan ga ik je tackelen, vriend. Er zijn 4 vijanden die we allemaal moeten verslaan. We landen hier. Tackelen. Gaan ze allemaal aanpakken met de meteorietenregen. Lekker dit, zeg. Oh, dit voelt goed. 2 zijn er al kapot. Let's go, Rocket. Oké, dit was misschien niet helemaal handig. Want ik blaas ze nu echt helemaal naar het einde der tijden. Of gaat hij gewoon kapot? Oh, dat was het al. Nou, het was heel handig zelfs. We hebben Rabbit Mario niet eens nodig gehad. Oh, ben ik een level omhoog gegaan of zo? Ik heb opeens nieuwe vaardigheidsprisma's bemachtigd. Ik denk het. Nou, ik ga natuurlijk mijn turrets volledig upgraden. Ik ga de geneesprong doorvoeren bij Rabbit Peach. En Rabbit Mario wordt sterker met zijn wapen. Oké, maar wat moet ik nou hier doen? Oh, kijk, daar is een platform. Maar dan moet ik eerst daar doorheen kunnen. Oh, wacht even. Raymond kan misschien wel door vuur slaan. Ja, kijk, 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 kijk. Raymond heeft vuurbestendige handjes. Dan moet ik alleen nog even kijken hoe ik daar... wat ik nu precies heb opengemaakt. Oh ja, die buizen hierachter heb ik opengemaakt. Ja, toppie. Hallo, we zijn al 14 uur lang op de set zonder pauze of catering. Jemig, man. Dat mag niet, hè? Dat is verboden. Ik kan jou letterlijk aan gaan klagen nu. Dat je ons te hard laat werken zonder eten en drinken. Dit is schandalig. Dat kan je gewoon niet maken. Oké, we hebben nu dit gele blokje te pakken. Ja, dat blauwe blokje zouden we dan denk ik ook wel gewoon... aan de linkerkant op deze manier moeten pakken. Waar is dat blauw? Oh, dat is daarachter. Dus ik moet daar boven zien te komen. Op dat platformpie. Okay, is er ergens iets waar ik op kan springen? Misschien hier. Of misschien heeft Beepo de oplossing. Oh, kijk, hier is gewoon weer ook zo'n knop. Ja, met hem moeten we wel gaan vechten, denk ik. Yo, what up? Verslaaflamstuntels. Die zijn helemaal hier achterin. Die zijn zwak tegen spetters. Dus we hebben spettersparks nodig. Ja, die vind ik dus minder handig, hè. Ik kan het volgens mij namelijk niet laten regenen, of wel? Ja, deze, Aquanami, die hebben we nodig. Let's go, Aquanami. Jij mag erbij komen. Let's go, raketwerpen. Hey, 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 hey. Deze is echt zo overpowered. Deze is zo overpowered. Het is alweer klaar. Oké, en hier ligt ook nog wat. De afkoelklok. Raymond, pak de bol. Oké, cool. Ja, dit gaat wel soepeltjes allemaal, hoor. Hey. Ik denk dat dit de kortste set is op deze manier, joh. Ik bedoel, dan kunnen we nu al naar het baasgevecht, toch? Denk ik. Ja, joh. De middeleeuwse set. Let's go. Kasteelchaos, level 6, dit kunnen wij. Oké, wat is het doel van dit eindgevecht? Wat moeten wij doen? Vernietig de duisternispoort. Oké, moeten we dan gewoon op die poort gaan schieten? Of hoe doen we dat op een andere manier? Oom Fant, kom het eens even uitleggen.
Kijk, daar is die alweer. We nemen momenteel een aflevering op die beleg van de Weerwalrustvestiging heet. Tijdens deze scène moet je binnen zien te dringen in het kasteel. Je kunt alleen bolbombs gebruiken om de poort te vernietigen. Oké, misschien hebben we dan wel iets nodig dat we ze kunnen roepen. Rayman heeft natuurlijk die skill, hè, dat hij iedereen dichterbij zich kan halen. Moet Rayman daar in het midden gaan staan of zo? Dat is het hele ding volgens mij. Op die manier moet ik iedereen hier naartoe zien te krijgen. Ja joh! En als ik deze nou meeneem, telt dit? Als ik hier binnen ga, kan ik dan gewoon straks gaan gooien? Zo, bovenop hem. Is dat een mogelijkheid? Rabbit Peach, ga jij in ieder geval alvast naar boven? Tackle hem maar. En dan mag jij de schokgolfspetter eens even gaan uitvoeren. Hartstikke ideetje, meneetje. Dikke doei. Lekker. Dan kan de Rabbit Mario deze twee snuiters wegslopen. MVP. MVP. Lekker. Rayman gaat deze weghalen. Ja, ik ga niet liegen. Ik vind die raket wel erg lekker. Dus die gaan we gewoon eens even gebruiken. Zodat we deze er vanaf gaan gooien. Deze. Wat ziek idee. Zo. Dit laten ontploffen. Dat is wel lekker, toch? Iemand gaat geraakt worden, denk ik. Ja, Rayman. Gaat hij zelfs twee keer geraakt worden? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, oké, dikke prima. Ik accepteer het. Gaat hij zelfs drie keer geraakt worden? Nee, dat niet. Maar waar vind ik bolbompjes? Oh, die moet ik die helemaal naar me toe laten komen of zo? Ik had die niet moeten slopen in de eerste beurt. Beetje jammer. Oké, let's go. We gaan allemaal deze kant op. We gaan gewoon alvast naar boven. Of zal ik... Nou, dat kan ik denk ik beter niet doen. Ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet wijs is. Het is ook niet nodig namelijk. Wauw! Laat ze maar gewoon even naar mij komen, denk ik dan. Maar ja, ik kan het toch weer niet laten, hè? Ik wil namelijk iedereen gewoon raken zo met mijn schokgolven. 1, 2, 3. Wegwezen met z'n allen. Even een hulpje oproepen. Zo, hoppa. Tackelen we deze guy. Schieten we deze twee voor een... Ja, dit gaat helemaal goed. Is er nog eentje over daar beneden? Zou Rayman die kunnen raken vanaf hier? Of misschien vanaf hier? Of misschien vanaf hier? Dat niet, maar ik kan wel mijn plopperwachtjes oproepen. Dan gooien we die gewoon ook alvast lekker hier naar boven. Sterker nog. Ik kan er zelfs nog twee oproepen. We gaan onszelf beschermen. Alhoewel, die gaan straks die bommen schieten. Nee, dat is niet handig. Die moeten we in ieder geval eventjes strakjes gewoon naar de andere kant gooien dan. Zodat ze die bommen niet gaan raken. Oké, nou, het is wachten tot die bommen komen. Oh, die worden niet geraakt door die ploppers. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 laat jij die eens even met rust. Kijk, hier komt een nieuwe bom aan. En nog één. Oh, er moet iemand op het midden staan daar. Iemand moet ze erdoor laten. Jeetje, wat een gedoe. Ik denk dat Rabbit Peach er maar even door moet laten dan. En de rest moet zich gaan richten op de vijanden aan de linkerkant. Al deze ploppers, die gaan straks naar die kant. Dan zijn we gewoon beschermd vanaf die kant. Dat is top. We gaan de ghost van Rabbit Mario straks die kant op sturen. Ah, of die kunnen we ook gewoon wel hier laten staan trouwens. Die kan ik zo wel kapot laten gaan. Dat maakt niet zoveel uit. Zo, hoppakee. Dit spookje hier kapot maken. Ja, dan moeten we het nu maar even laten gebeuren allemaal. De bommetjes moeten erdoor. Deze, die gaat lekker gesloopt worden. Die gaat Rabbit Peach raken. Zet niet de bom in de fik, hè. Oh, nee. Nu is ze er weer af. Oh, wat irritant. Wat vervelend. Ja, ik denk dat het nog te ver is om deze bom mee te nemen. Dat is heel jammer. Het moet wel echt bom voor bom. Nou, Rabbit Peach laat ik in ieder geval even helen. Helen. Dan kan mijn hulpje in ieder geval eventjes deze kant op. Zo. Super. Die kan dan even korte metten gaan maken met deze gekko. Bap, 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 bap. Lekker. Nou ja, het poortje staat open. De bom zou er doorheen kunnen. Bom is helaas wel traag. Deze bom staat hier een beetje te wachten tot hij wat kan gaan doen. Ja, 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 ja. Komt inmiddels nog een bom aan. Ja, die poort beneden zou wel fijn zijn als die open gaat. Maar ja, hier rechts staan nu twee vijanden. Eigenlijk moeten al die andere vijanden kapot. Rabbit Mario moet in ieder geval even deze kant op. Die moet af gaan rekenen met deze twee vijanden. Dat is één. En deze gaan we ook tackelen. En die gaan we kunnen verslaan door ze gewoon allebei kapot te schieten. Super. Ik wil Rayman even die andere vijand aan die kant weg laten halen. Hopelijk gaat het lukken vanaf hier. Ah, ik had dit ding moeten vastgrijpen. Nee, het kan alsnog, het kan alsnog. Kijk, en dan kunnen we deze kapot maken. Wat ziek idee. Je hebt wel kans dat die vijand nu denkt... Oh, ik ga voor Rayman. Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren, want dan kan die nou natuurlijk wel bij. Oké. Ja, shit. Ik dacht het al dat hij dat ging doen. Dat is wel echt minder. Nou, inmiddels staan er daar genoeg bommetjes in ieder geval. Komt er nog één bij. Daar komt een vijand. Rayman kan in ieder geval weer gewoon terug. En die is nu ook weer helemaal terug. Nou, voor de rest kan ik niet zoveel doen. Eerst moet die ene bom erdoor. Dan kunnen we straks al die andere bommen laten komen. Nee, nee, nee. Oh my god. Ik moet dus gewoon heel ver weg staan. Of ik moet ze er zelf doorheen halen. Ik weet het ook niet meer. Wat vervelend dit. Ja joh, tuurlijk. Dus even normaal joh. Niemand kan nu ook bij die buis. Oké, nou, we gaan met Rabbit Peach. Gaan we proberen om opnieuw die buis te openen. Dat duurt ook weer meerdere beurten nu.
Vervelend dit, zeg. Nou, daar staan ze dan met z'n allen, die gekke bommetjes. 4 op een rij. Sterker nog, 5 op een rij. Rabbit Peach wordt na deze beurt helemaal gesloopt. Ja, het is het enige wat ik deze beurt kan doen. De poort openen. Nou, daar komen ze hoor, met z'n allen. Hey, jal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 a. Komt u maar. Nou, ik heb hem dan denk ik straks wel gewoon in één keer helemaal gefixt. Extra bom. Met z'n zessen zijn ze er. Ja, en de Rabbit Peach wordt buiten het gebied gegooid. Gaan we eerst deze eens even tackelen, gewoon omdat het kan. Misschien moeten we die met z'n allen tackelen. Ik weet niet of iedereen daar naartoe kan. Jazeker, er kan getackeld worden. Zelfs 2 maal door Rabbit Mario. Zou lekker zijn als mijn hulpje even terug kan komen en dat ook nog kan doen. Dat zou top zijn. Want dan is hij gewoon in één keer kapot. En dan kan hij ons ook niet meer van het platform afduwen. Want daar ging het mij met name om. We moeten allemaal dus helemaal even aan deze kant gaan staan. En dan Rayman hier... helemaal aan de zijkant op dit platform. Nou, kom maar bommetjes. Kom maar met z'n allen. Oh, het duurt nog een beurt natuurlijk. Oh, ik had zo'n mooie setup. Het had zo leuk geweest. Oh, er komen geen nieuwe vijanden. Dat is top. Dat betekent dat ik de beurt gewoon in één keer weer door kan laten gaan. En dan komen al die bommen naar boven. En als het goed is, halen ze dat dan natuurlijk net niet. Anders zou dat lullig zijn. Dan zou je deze nooit kunnen oplossen. Ze staan er straks wel allemaal op een rijtje. Daar moeten we wel even voor oppassen. Dat we ze niet allemaal tegelijk kapot maken. Eentje staat daar rechts van. Dus dat is top. Ik hoop dat deze dan ook. Ja, dat is jammer. Ik hoopte dat hij dus ook naar links ging, zodat hij in ieder geval solo daar was. Oké, we moeten dus nu heel voorzichtig zijn en er één voor één eentje kapot maken. Dit is de eerste. Hatsenflats. Oh, we hadden er maar één nodig. Ik dacht, we moeten dit vast en zeker 4 keer doen of zo. Maar 1 bom was genoeg. Dit duurde... Oh, we zijn er nog niet. Ik dacht dat we klaar waren. Versla Giga Vlamstuntel. Ja, ik heb nu dus wel spetterdingen nodig, denk ik. Zo te zien moeten we door al deze blokken heen met die bommen. Oh, ik dacht dat we klaar waren, maar hier is de draak. We keken allemaal uit naar je grote gevechtsscène tegen een computergegenereerde draak. Ik heb er zelfs een groen scherm voor gekocht. Ja, dit dacht ik al. Hij heeft budgetproblemen. Hij heeft niet genoeg YouTube monies, jongens. Het wordt live action tegen een Giga Vlamstuntel. Wees maar niet bang, we maken er in postproductie wel wat moois van. Net als een draak gebruikt de Giga Vlamstuntel tot zijn vuuraanvallen om je uit je dekking te krijgen. Echte method acteurs. We hebben een fortuin besteed aan reclamespots van deze aflevering voor de finale van de planeetvormige Kaasbol Cup. Ben benieuwd wat dat voor sport is. Kaasbol? Zijn wel lekker. Nou, anyway, ik dwaal af. We gaan door. Oké, het is duidelijk. Ik kan niet mijn sparks aan gaan passen nu. Ik denk dus echt dat het een manier is om al deze bommetjes erbovenop te gooien. Rabbit Mario, jij mag als eerst. Zo, jij mag hier landen. Ga je deze tackelen? Weet je, die laat je gewoon lekker liggen. Ik sta denk ik zelf ook gewoon op een plek waar je niet zou moeten. Of... Oh, hij gaat dus wel ontploffen. Ik dacht, vroeg me dus af of hij nog uit zichzelf zou ontploffen, maar ja. Oké, Rabbit Mario uit de weg. Dan kunnen we namelijk nog een bom op zijn hoofd gooien. En dan hoop ik hem daarmee dus te verslaan. Nee, leeft nog, oké. Maar dat geeft niet. Oh nee, Rabbit Peach kan natuurlijk niet meer tackelen. Dus ik ga zo deze oppakken. Teamsprong doen. Door proberen te vliegen. Dit had ik beter met Rabbit Peach kunnen doen. Omdat Rabbit Peach dus nog... Die kan nog verder zweven. Anyway, dit was best wel oké, denk ik. Oh, ik kan nog gewoon tackelen ook natuurlijk met Rabbit Mario. Zo, hoppakee, wegwezen. Gaat die nog ontploffen? Ja, oké, ik ben bevroren. Shit. Oh, en Rayman is ook bevroren. Oké, daar had ik even rekening mee moeten houden. Anyway, ik ga natuurlijk gelijk weer mijn raket oproepen. Die raket is zo ontzettend nice. Dan kunnen we deze gewoon hier naar het einde gooien. Ik had hier meer van verwacht. Ik wist niet dat ik gelijk zou ontploffen bij die guy. Oh, daar rechtsboven staan ook nog allemaal vijanden. Oh nee, dat had ik helemaal niet gezien. Oh, ik kan wel weer lopen nu. Oké, hier hebben we de raketwacht. Uiteraard gaan we die daar bijvoorbeeld neergooien en daar. Oh, en ik heb er nu ook 3, dus dat is heerlijk. Rabbit Peach gaat gewoon even healen. Dan zijn we weer vol. Dat scheelt. Voor de rest kan zij vanaf hier niet zo heel veel betekenen. Dus de beurt wordt doorgegeven. Oh, daar staan ook nog bommen. Kijk, en deze, hoppakee, lekker man. Oh, het is wel zo dat nu echt letterlijk... alles eromheen weg is qua dekking. Dat is wel minder. Ik denk dat ik ergens omhoog moet zien te komen uiteindelijk. Ik denk dat dat de goede is. Het best kunnen we naar linksboven, want daar staan die bommen. Ja, tuurlijk loopt iedereen tegen me aan. Oké. Jij komt nu naar voren. Ik wil daar naartoe. Ik wil naar die bommen. Dat betekent dat we uiteindelijk op het blauwe platform terecht moeten komen. Eén iemand moet het hier dus openmaken. Ik denk dat dat Rabbit Mario moet zijn, maar die kan er net niet bij. Dan wordt het Rayman. Rabbit Mario kan 2 keer tackelen, dus dat is ook een voordeel. Dan kunnen we dus 2 bommen gooien. Hier is nummer 1. Zo.
Oh, ik kan de tweede bom niet gooien. Oké, dat kan dan weer niet. Kan er wel voor zorgen dat dit gat niet tot leven komt. Rabbi Mario staat daar lekker boven. Ik denk dat we met die anderen gewoon een beetje hier beneden blijven staan. Gewoon nog meer van die ploppers activeren. Dan worden we gewoon lekker een beetje door beschermd. Dat is top. Hoop ik dat we deze vijand uit kunnen schakelen, want die is irritant. Wegwezen. Ja, dat kunnen we. Heel nice. En dan ga ik eigenlijk gewoon voor de grote vijand. Want die is uiteindelijk degene die we uit moeten schakelen. De rest van mijn moves bewaar ik nog eventjes. Let's go. Laat maar zien wat jullie hebben, vijanden. Ja, dat is helemaal niks. Dat is inderdaad helemaal niks. Jij wordt geraakt. Ja, jammer joh, met je vuur. Hier kan ik gewoon lekker achter blijven schuilen met Rabbit Peach achter dit blokje. Oh, jij gaat daarachter lopen. Oh, omdat je Rabbit Mario wil raken. Oké. Aan de overkant komen nieuwe vijanden straks. Het is nu wel tijd om Rabbit Mario weer naar beneden te halen. Oké, ja, top. Dit gaat prima. Dit kan zo, ja. Oh, ik kan Rabbit Mario alleen net niet laten springen volgens mij. Of wel? Misschien wel. Ja, dit gaat wel. En die gaan we hier naartoe laten springen. Dat is 1. En 2. Hatseflats. Wegwezen jullie. Doei. Ik denk dat ik met een goed schot van Rabbit Mario heel makkelijk die eindbaas eigenlijk kan verslaan. Dat besef ik me nu pas. Schokgolf, spetter. Ben je resistent daarvoor? Oké, die zag ik niet aankomen. Hier, heb je een Kong op je hoofd. Let's go, Kong. Dit is goed, hè. Oh, dit was zo goed. Die vijand daarachter ging ook half kapot. Deze gaan we even allemaal vooruit gooien. Zo, iedereen beschermen. Als iemand hier door die gele buis wil proberen te komen op een of andere manier, wordt Rabbit Mario ook beschermd. En die gaat daar naartoe. Hatseflats. En we gaan nog een keer extra schieten. Lekkere man. Oké, top. Eens even kijken wat de vijanden allemaal willen gaan doen. Deze gaat denk ik op Rabbit Peach. Nee, oké, die draak die rent weg. Die zet Rabbit Peach wel eventjes in de fik. Daar komt een nieuwe vijand vandaan. En die gaat waarschijnlijk ook op iemand schieten. Want we staan nu best wel vrij. Ja, kijk, Rabbit Peach weer. En die zet Rayman ook in de hands. Nou, dan moet je maar even healen, Rabbit Peach. Nog één. Waren het er 2? Ook op Rabbit Peach. Nou, jullie moeten die meid wel hebben met z'n allen. Het wordt wel tijd om de eindbaas nu te gaan verslaan, denk ik. Healen met Rabbit Peach, dat iedereen weer vol is. We zetten de eentje eventjes hierachter voor die vijanden die daar doorheen gaan komen. Misschien moeten we er zelfs 2 erachter zetten. En ik denk dat we met de raket wel eventjes alle andere vijanden kunnen slopen. Nou, alle andere, dat wordt een beetje moeilijk misschien. Dat wordt misschien een beetje moeilijk. Misschien kunnen we nog even naar die baas. Hartstikke idee, ontploffen. Ja, dan gaan we toch maar met Rabbit Mario even hier naar boven. Even ervoor zorgen dat er wat minder vijandjes zijn. Dat is 1. En dat is 2. Leef je nog? Onacceptabel. Nou, dan waren de schokgolf erachteraan. Dan is er in ieder geval 1 kapot. Maar ik ben veel te benieuwd wat er gebeurt als Rabbit Mario op de baas gaat schieten. Dat zou ik heel graag willen weten. Want Rabbit Mario doet natuurlijk superveel damage. Hatseflats. Dat ding daarboven, die portal, is ook gelijk gesloopt. Let's go, Rayman. Die baas heeft eigenlijk echt amper wat gedaan, hè? Wat een noob eigenlijk. Hij doet niks. Hij is echt bijna kapot. Dit had ook veel sneller gekund, hoor. Volgens mij als je je 3 keer focust op die eindbaas, dan is het wel klaar. Kijk, ik word nu allemaal wel geraakt, maar in de volgende beurt heb ik die eindbaas toch kapot. Hij rent alleen maar weg. Ja, en oké, hij schiet ook wel een beetje. Dat is ook wel waar. Yo, succes, hè? Succes met bij mij in de buurt komen. Dit was het toch, Rabbit Mario? Jij gaat hem slopen, toch? De gigantische draak. Hoppakee. Lekker. Ja, dit was wel een beetje makkelijk. Ik ga niet liegen. Ik heb alleen wel zilver. Ja, ik dacht wel, hè. We moeten gewoon sneller zijn, man. De volgende keer ga ik vol op die eindbaas. Dan is die met 3 beurten kapot. Dit was wel de laatste van de 3 sets. Zo. Zo, we zijn echt in 1 keer vet populair geworden. Ja, oom Fantje, dat hebben we gewoon weer gefixt, hè? Ik noem hem altijd oom Fant. Ik dacht ook dat hij oom Fant heette in die andere game. Maar in Mario plus Rabbids, de originele. Hij zegt in ieder geval, jullie hebben de draak verslagen. Het monster van minimale publieksparticipatie. Alleen al het aantal kijkers onder de schimmige handelaarsbotsers verdubbeld. We zijn weer nummer 1 in het sterrenstelsel. Bedankt allemaal. En Rabbit Mario die zegt, wow, ik ben beroemd. En Rabbit Peach zegt, ik ben nog beroemder. En de Rayman die zegt, waarom krijg ik het gevoel dat dit nog niet voorbij is? Dat heb jij heel goed gezien, denk ik, Rayman. Kom naar de grote lift in dat grote pakhuis als jullie klaar zijn om met me naar het slotfeest te gaan. De netwerkhotenmatoten kunnen vast niet wachten om een oprechte waardering voor jullie uit te spreken. Ik heb het gevoel dat we jou niet kunnen vertrouwen. Jij hebt een plannetje. Bipo die zegt, dit is geweldig. Waarom kan elk avontuur niet eindigen met een superfeest in plaats van iets engs en gevaarlijks? Ik denk dat je daar nog op terugkomt, Bipo. Ik denk dat er nog een grote verrassing van Fantoom te wachten staat. De middeleeuwse set is voltooid. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende, waarschijnlijk laatste Mario Rabbids en Rayman video. Doe de duimpjes omhoog en abonneer voor meer Nintendo. Mazzel!